Welkom hier in Scheldeland, de regio tussen Ruppel, Schelde en Dender. De perfecte plek voor een vakantie in eigen land en dat kan ook perfect op de fiets. Want langs de Dender kom je heel wat verrassingen tegen, zoals bijvoorbeeld de Schottensite in Aalst. Hendrik! Dag Sander! Hallo. Welkom. Dank u. Alles gemakkelijk gevonden? Het zal wel zijn, het ligt op de route. Je kunt niet echt veel mest nemen. Nee. Is het direct verder naar de andere toren. Ah, wel perfect. We zijn er eigenlijk opgekomen om hier activiteiten te doen? Ik heb sportkunde gestudeerd in Leuven met specialisatie outdoor. En dan zijn wij met die outsider begonnen in Dardenne. Met de eerste outdooractiviteiten, klimmen, speleo, kajak. En je hebt een paar kajaks meegenomen. Ja, eigenlijk de Dender is een ongekend pareltje. Schitterende natuur, heel mooi om op te varen. Het is echt heel mooi. Voilà, en daar staat de toren. Super. De Black Tower. Zo dat raad waarom dat we een Black Tower noemen. Hè. Dat er veel mensen sterven. Voor elke horteltje. Ja. Right. Dan zijn we er klaar voor. Heel goed. De keer dat je hier zit, grand écart. Maar dat is wel wijd, hè? En hier een stapje omhoog. Au. De tjoepjes zijn hier wel heel klein aan het worden, hè? Bijna twee containers ver. Amai! Natuur! Hier kun je op je gemak staan. Oeh. Zeg, wat vind je dat eigenlijk allemaal, die constructies? De klimschouw die stond hier, dat is eigenlijk industrieel erfgoed van de vroegere leerlooierij Schotten. Ja? En de andere constructies die ontwerpen wij zelf met onze monitorenploeg. Alright. Allee, dan zullen we eens een top gaan ontdekken. Hè? Ja. Mocht je wat hoogtevrees hebben. Oh, als ik naar beneden kijk. Vanaf hier wordt het Scheldland. God, miljarden monden tjuwen. Oh my god. Oh my god, this. Oh jong. Moet ik springen? Ja. Ik ga het gewoon doen, hè. Ja, we zijn weg. Ja! Toosterballog! Oh, ah! God! Wow, wow, hier. Zowel Aalst als Denderleeuw liggen in de Dendervallei. En naast aangename verrassingen kan je hier ook terecht voor deugdoende rust. Ik ben nu onderweg naar Bed & Breakfast Chillam, die naar het schijnt enorm de moeite waard is. Sorry voor het storen, maar het SAS, is dat dicht? Ja, ik werd daar, was gesloten. En je kunt dat niet even open doen? Nee, sorry, ik heb de sleutels niet. Ik had gehoord dat dat echt zo het fietscafé was van de streek. Ja, dat is wel. Weet jullie de weg naar Chillam toevallig? Ja, dat is naar daar. Dat is een beetje Alright. Merci, hè. Dank je wel. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Hey, Sander. Ah. Kom maar langs hier, hoor. Alright. Pak de fiets maar mee. Welkom bij Chillam. En jij bent Anne, man. Ik ben Anne, ja. Amai, wat een paradijs hier opeens, joh. Scheldeland aan de Dender. Ja. En je bent precies geradbraakt. Hoe zeggen ze dat? Kilometers in de kuiten. Kilometers in de kuiten. Kom lekker even mee. Ja? Kom maar. Thank you.
Dat is toch een gekke combinatie, hè? Zo bed and breakfast en wellness? Goh, voor ons was dat heel logisch, omdat de naam zegt het sowieso al, het dekt de ganse lading, Chilan. We hebben twee prachtige kamers, we hebben een sauna, we hebben een jacuzzi met een massagebad aan. Alles om relaxed de dag door te komen. Nee, dat vind ik niet chill. Dat vind ik niet chill. Oké. Het wel wat spanning op je schouders, hè? Dat is toch niet alleen van te fietsen. Ja. Misschien wel stress of zo, dat kan wel. Stress? Met heel dat corona-gedoe. Daarvoor moet je bij Erik mijn man zijn. Heeft hij een vaccin? Jij bent Erik, hè? Ja, inderdaad. Stap maar in. En jij kunt mij nog meer laten ontstressen. Inderdaad. Zit u maar. Oké dan, als het moet. En we zijn er. Hoe goed is deze? Je ziet het niet, maar ik ben aan het glimlachen. En Sander, ik heb proberen zelf zuur te nemen. Ik heb daar wel geen ervaring mee, geen vaarbewijs of zo. Geen vaarbewijs nodig. Okay. Volgens mij 7 kilometer per uur vaar. Ja, zo snel ga ik al de hele nacht. Hallo. Ik ben echt helemaal herboren. Wat is de bedoeling? Dat gaat echt niet sneller. Nee.